Wat is je favoriete positie dan? Ik wil mijn antwoord horen. Mike, mijn antwoord horen. Kijk, vriendin, ik wil niet veel praten. Kijk, ga je even zitten. Kijk, ik wil niet veel praten. Wat is die geloof? Wat moet je, mensen? Hier zien de mensen. Oké, vandaag gaan we het Tinder in real life doen, mensen. Voor degenen die niet weten wat het inhoudt. Dit houdt het in. Er zijn mensen in een groep. Jullie gaan het zelf zien. Je moet niet veel praten. Like, je subscribe. Deel die video met je vrienden, mensen. Enjoy de video. Later. Ik ben volwassen. Je leek echt jong. Nee. Kijk, het gaat niet om wat ik leek. Het gaat om wat ik ben. Wat is dat op je hoofd? Wat is wat? Dit nog? Nee, je pet. Oh, mijn pet. Wat is er met mijn pet? Je leek echt ghetto. Wat is je body count? 2. 2? Ja. Ben je zeker? Tuurlijk. Oké, je bent lang. Okay. I like your style. Dank je. So. Alright. Smash. Ah. Yes. Jij lijkt echt een playboy. Hoeveel actions heb je? 2. 2? Ja. Wat is jouw body count? 2. Okay, smash. Wat ben je? 19. Je leek echt jong. Maar ik ben niet jong. En ik doe die dingen die jongens doen. Oké, wat is je beste pick-up line? Mijn beste pick-up line. Gewoon even snel uit mijn hoofd. Gewoon niet iemand van chatten. Ik wil dingen doen achter gesloten deuren. Maar ik wil de sleutel naar je hart. Oeh. Dat was oké, maar je lijkt echt jong en ik zou je niet daten. Lijken en zijn, zijn niet het. Ik hoor je. Oh shit. Oké, jij bent echt lang. En I like it. Gewoon een smash. Ah, damn you. Hey, set. So, wat is je turn on? Turn on, je moet goed ruiken. Als meisje. Oké, wat is je type? Mijn type, ik heb niet echt een type, ik ga qua vibe. Dus als je vibe goed is, dan kunnen we bepaalde dingen doen. Oké. Okay. Uiterlijk is oké. Smash, omdat je een beetje hard. Yes. Hoeveel meisjes je hart heb je gebroken? Hoeveel meisjes? Kijk, ik breng meisjes je hart in. Dus geen van ze. Uit mijn ogen breng ik meisjes je hart in. Pens. Hoe zou je me kunnen benaderen? Yeah. Ik zou je gewoon tegen moeten komen en zeggen wat ik moet zeggen. Smash. Middag. Wat zijn je specialiteiten? Ik ben een money nigger, dus ik I got my ways. Ja. Ja. Waar is je body count? Kan ik direct naar daar lopen? Ja. Wat is je beste pick-up line? Je wil mijn beste pick-up line. Ja? Ja, maar zien. Even snel gewoon. Damn.
Wacht. Is te laat. Lieve. Lieve. Is je haar van goud? Want ik wil het winnen. Ik neem het terug, hè. Luka. Hoeveel meisjes zijn haar? Ik breng je meisjes. Je kan je weet me toch? Ik breng je meisjes zijn haar. Hallo. Wat is je naam? Jaylen Dale. Shondell. Nice to meet you, Shondell. Likewise. Wat is je body count? Body count is 2. Geloof ik niet, maar oké. Doe je aan sport? Ja, ik ben voetballer. Je bent voetballer, ik dacht basketballer, want... Ja, vroeger speelde ik een beetje basket. Hoeveel exen heb je? 7. Dan is je body count 2. Mm-hmm. Makes sense. Wat zijn je specialiteiten? Mijn specialiteiten? Nou, ik ben... ik doe aan videografie, een beetje aan fotografie. Een beetje architectuur. Ik zit namelijk op het Natin, dus ik studeer om architect te worden. Leuk. Oké. Okay. Hi. Hi. What's your name? John. Oké. Okay. Chandel. John. Oké. Okay. Als je naar me kijkt, wat vind je zo speciaal aan me? Moet ik draaien of? Ja, natuurlijk. Wat vind je zo leuk of speciaal aan me? Heel fijn. Alles gewoon. Jenny on the icing. Dankjewel. Oké, wat is jouw body count? 2. En hoeveel exen heb je? 2. Ja, heel goed. Hi. Wat is je naam? Taylor. Oké. Wat zou je met me doen als je met me in de kamer was? Shit. Kan je meer specifiek zijn? Nee, ik vraag je gewoon wat je zou doen. Wat je met me zou doen. Je moet gewoon praten. Eerste ontmoeting of hadden we het al gedaan? Eerste ontmoeting zou het sowieso niet lukken. Zou het sowieso niet... Laat zeggen de 4 keer. Oh, ja. Yeah. I mean, shit, neuken. Wat anders? Oké. Wat is je beste pick-up line? Kijk, ik ga eerlijk met je zijn. Ik heb geen pick-up line. Ik vind dat een beetje old school. Ik heb het al gezegd, ik ben een money nigga. Dus ik tell you wat je wil doen. Oké, dus je bent op geld. Tuurlijk. Ik denk dat alle heren hier zo op geld zijn. Nog een laatste vraag heb ik voor je. Hoe zou je me benaderen? Shit. Hou je van rozen? Ja. Ik zou rozen voor je kopen. Wat kleur? Rood. Laat me hier. I mean shit. Ze zijn wel duur. Laat me. Ah, just that. Kijk hier. Goedemiddag. Hi. Wat is je naam? Lishano. Of ja, jij bent Big Boy Stack. Hoeveel exen heb je? Hoeveel exen? 2. 2? Wat is je body count? 2. Oké. Hoeveel meisjes hun hart heb je gebroken? Oké, eerlijk gezegd breekt meisjes hun hart niet. Je in doet, mijn ogen. In jouw ogen doe je het doe niet? Doe ik het niet. Oké. Mm-hmm. Dus ik heb je eigenlijk een beetje zo hard gebroken. Oké. Doe je aan sport? Nee man. Ik heb geen tijd om te sporten. Ik ben iedere dag aan het werken. Eten.
Oké, Pes. Ja. Ja, man. Oké, rustig. Hallo. Hi, wat is je naam? Ik ben Soulens Yuri. En jij bent? Want... Shondell. Aangenaam. Likewise. Wat is jouw beste pick-up line? Pick-up line. Ik zeg eerlijk, ik gebruik je pick-up lines. Gebruik je dat wel? Ik gebruik dat. Omdat ik vind dat dat wie te praten dat wordt. Oké. Hoeveel exen heb je? Ik heb 2 exen. 2 is een veel voorkomend nummer. No? Wat is de raarste plek dat je ooit seks hebt gehad? Ik ben een onschuldige jongen. Ik luister naar jou. Waar is een ideale plek om omgang te hebben? Een ideale plek om omgang te hebben? Voor mij? Ja. In de badkamer, no cap. Gewoon bekkie, gewoon watervalt en snap je? Ik fluister in je oor, jij fluistert in mijn oor. Ja. Je hoort me, ja. Oké. Okay. What turns you on normal and what for me? Je lippen ook heb. Oké, en what turns you on for? Gewoon normaal. Meestal als een meisje kan zingen. Ik hou van meisjes die zingen. Ja, kan je zingen? Ja. Zie je pluspunt. Oké. Yes. Yes. Talk to me. Hi. Maar kijk eens hoe sexy je nou, man. Je lacht al. See, I got it already. That's all. Ik heb het aan. Kan je daar lopen of zo? Huh? Oké, okay, go. Stel. Oké. Okay. Hoeveel exen heb je? 3. En wat is je bodycom? Ik ben de telling kwijt. Je bent eerlijk. Ik ben sowieso eerlijk. Ik ben de telling kwijt. Which one is? Ik ben vanaf. Oké, okay. Ik weet het niet. Ik breek je harten. Ik weet niet. Ik breek je harten. Ja, kan je zeggen? Ik breek je harten. Wat zou ik moeten doen als je met mij in de kamer was? Kijk, vrienden, ik kon niet veel praten. Ga je even zitten. Kijk, ik kon niet veel praten. Wat er hier geloof. Deze shit, weet je. Ik kon niet veel praten. Laat me liever beter maken. Want ik ben zo close fire. Kijk, nu kan je niet eens ademen. Gaat het wel. Ik ga daar lopen. Testo. Gaan speeddaten voor een minuut. En ja, jullie drie gaan ze één moeten kiezen en met die gaan ze actueel wie? Aangenaam, John. Bridget. Oké, waarom heb je me dan gesmashed? Ja, handsome. Oké, en... Ik kan een beetje dichterbij. Ja. Up close and personal. Oké, en dat hoeveel reed je me dan? About 7.6. Ja. En waarom heb je 8 of 9 of zo? Je bent het even niet waard. Misschien later. Waar?
Oh, dus gewoon beter leren kennen, dat is het? Ja, dat speelt een belangrijke rol. Oké, en wat zijn je hobby's dan? Basically gewoon sport hoor, wat bij me past. Ja. Wat voor sport? Atletiek, voetbal, dat een beetje. Oké, leuk. Hij is voor bij 1 minuut. Nee. Ja, heb jij misschien vragen? Wat hè? Heb jij misschien vragen? Nou. Stop. Goedemiddag. Goedemiddag. Manuela. Oké, nice. En dan werken? Nee. Je werkt niet? Nee, toevallig niet. Oké. Dat is alvast een turn-on. Ga niet met vrouwen die niet werken. Maar je gaat naar school. Oké. Is nog niet zo ver. Dat is goed. Wat zijn jouw hobby's dan? Dansen. Zingen, maar niet dat ik kan. Ja, dat is het zo een beetje. Oké. Wat is voor jou een beste date, like, top? Voor mij maakt het niet echt uit. Het is gewoon de vibe. Oké. Heb jij een paar vragen? Werk jij? Tuurlijk. Oké. Kort. Oké, waarom is je nog eens gepest? Laten we je bent mijn type. Oké. Ik maak je dit jouw type band, gaan we je laten verder. Alright. Kijk, ik zeg je eerlijk toch, ik ben niet zo goed in vragen stellen of zo toch. Dat is wat ze is. Ze proberen echt hard om je te leren kennen. Maar, en ik zag ook dat jij je vragen stelde, maar wat heb jij te bieden? Zeg? Als ik jou een kans geef nu, wat heb jij me te bieden? Wat ik heb te bieden? Ja. Hoezo, in welke zin? In elke zin. Behalve het materiële. Materiële liefde, tijd, aandacht, loyaliteit. Mm-hmm. Ja. Liefde, tijd en? Aandacht, loyaliteit. Je vroeg me net of ik freaky ben. Hoe zit het aan jou kan? Want die vraag kwam een beetje onverwacht, eerlijk gezegd. Hoe zit het aan jou? Als ik freaky ben? Ja. Hoeveel zou je je freaky level geven? Je freaky dus geven? On a skill. Van 1 tot 10, 12. Kort. Oh, 12. 12. Dat is dik. Ik kan niet door. Nee, no? Hallo. Hi. Jamiro. Manuela. Wat is Manuela? 18. Werk je of ga je naar school? Ik ga naar school. Welke school zit je? In mijn 3. Wat wil je later worden? Architect. En waarom ben je architect worden? Ik vind het leuk. En huizen tekenen en al die dingen. Zou je het niet leuk vinden om een huis waarin wij samen kunnen wonen te tekenen? Zou kunnen. Ja toch? Mm-hmm. En precies een huis moet je bouwen. Precies zo kunnen we een gezin opbouwen en een relatie toch? Of niet? Wat zijn je turn-offs? Wat zijn je turn-offs bij een jongen? Zoals ik eerder zei, je moet er goed uitzien. Mm-hmm. Je moet lang zijn. Mm-hmm. En je moet lekker ruiken. Oké. Lang zijn, wat bedoel je? Kort. Hallo. 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 Manuela. Dank je wel. Zo, ten eerste, ben je spiritueel? Jawel. Ben je gelovig? Ben je religieus? Ja, toch wel. En wat voor religie ben jij? Ik maak niet echt uit voor mij, ik ga gewoon mee. Maar je gelooft gewoon dat er een jawel, sowieso. Oké, gelooflijk. Oh ja, en wat zou ik weer vragen? Sorry hoor. Wat is echt een turn-on voor je bij een man? Een turn-on? Uh-huh. Je moet er goed uitzien. Je haar, weet je? Mm-hmm. Je moet lekker ruiken. Mm-hmm. En ruiken als je lang bent dan... Kort. Zo snel!
Ik wil weer kennis maken. Enjoy. Als eerst wil ik weten, waarom ben ik dat gesmashed? gewoon je vibe is anders. En je hebt geen negatieve energie. Oké. En dan als en als je me dan zou moeten reten, hoe zou dat zijn? Een reet. 7,5. 7, hè? Waarom geen 8 of 9, 10? I have my reasons. Oké. En wat is je favoriete positie dan? De tijd gaat door, dus. Ik wil mijn antwoord horen. Oké, first of all, ik hoor van mijn vrouw ook lekker ruik. Kijk, alsjeblieft. En some light cool. Oké, ik wil niet veel praten. Mijn naam is Fiero Derby. Wat is je type? Wat mijn type is? Mm-hmm. Ik was sowieso niet op de donkere jongens. Je moet niet te donker zijn. Je moet niet donker. Ben ik donker genoeg? Je moet niet donkerder dan mij zijn. Je bent niet donkerder dan mij. Dus daar ben ik al een pluspunt daar. Het lieve gaat altijd bij mij. Je style. Je moet niet. You're toch trying to dress like everyone else. Dat niet. Dus ik heb. Apart zijn. Dus ben ik apart van gelijk met die jongens hier. Dat is tof. Oké. Wat is je favoriete positie? Wat om die vraag? Yes, sir. Yes, sir. Ik stie. Die vraag. Oh, mijn god. Becky. Oké, some light. Oké, kijk. Je moet me zeggen. Zou je me smashen of passen? Waarom schrijf je op? Oké, geen probleem. Oké, dat is tof, mensen. Tijd is om. Shit, dat is very tof. Ja, nogmaals, goedemiddag. We gaan naar Jaden. Ja, zo, so, Sean, vertel me een beetje over jezelf. Wat moet ik je zo vertellen? Stel vragen dan. Zo, wanneer ben je geboren? Wat is je zodiac? 14 november, ik ben een scorpioen. Ik kom met 2 scorpioen, ik weet precies wat ze zijn. Hoe zei ze dan? Nou, ten eerste, Scorpio's zijn bazig. Dan lopen we lassie. Oké, lopen we lassie? Ik alpha. Laten we zeggen, een discussie. Jullie horen niet om, jullie horen niet ervan om discussies te verliezen. Nee. Wat is dat? Wat bedoel ik? In ieder geval, oké, waar zit je op school? Wat zijn je? Wat is je visie voor de toekomst? Visie voor de toekomst. Mm-hmm. Waar zie je jezelf over? 5 jaar, laat me het zo horen, over 5 jaar. Ik ben niet iemand die mijn plannen aan mensen vertelt, maar mm-hmm. Ik ga gewoon zeggen, ik zie mezelf gewoon ergens als mijn eigen baas. Goedemiddag, ik ga weer kennis maken, Janiru. Chandel. Hoe oud is Chandel? 20. Nice. Ik hoop van grote vrouw. Wat doe je in het dagelijks leven? In het dagelijks leven? Niet veel. Wat is koken. Niet veel? Koken. Ik hoop van vrouwen die koken. Ga je helemaal koken. Ik eet van alles. Nu ik heb. Van alles? Ja, van alles. wat doe je in nagels? Bij Pixie Dust Nails and Beauty. Hoe zou je het vinden dat ik je breng om je nagels te doen en dat we daarna op een date gaan? Leuk. Ja? Je gaat me horen, Fiero. Maak je niet druk met mij. Ik focus me nu op haar. En op ons toekomst, broer. Oké, kort. Toekomst, wat? Zo, mijn punt bij jou is, zijn je benen? Zijn echt recht?
Ik weet niet als je X hebt of O, I don't know. Maar dat is je minpunt. Dat alleen voor de rest. Je lengte is oké. Okay. Je haar, waves. Je was net smooth. Zo, so, oké. Okay. Jij bent oké. Okay. Oké, ik heb niet zo lang met jou gesproken. So, conversatie was een beetje off. Maar, I like your style. Dank je. Je mond is een beetje breed. Dat is een beetje je minpunt. Het is een beetje groot. Maar that's it. Oké. Ja. Dat was alles. Ja, dat was alles. We moeten een jaar geven. Oké. Same bij jou. I don't like your legs. Ik hou niet van je benen. Je, ik weet niet, je benen. En je staal is een beetje too much. Maar... Hoe we net hebben gesproken vond ik wel leuk. De manier van praten was wel oké. Okay. Ja, dat was het. En als ik moet kijken tussen jullie drie... Mij en deze jongens. Met jou. Nou. Je tummy. Go for the six pack. Your feet. Ze gaan die schoenen ontploffen. Die schoenen ontploffen. So. No. Voor de rest, like, goud laat je even shine, but babyolie is niet duur. John, toch? Oké. Okay. Mille bere, blijf Bruno Mars met je bril, zo. Om mijn handsome nigga in de 90s go back. Ik hou van coffeebox, dus ik win me dat bij. En ja, je bent niet, je komt niet met om in expensive dingen, maar je dressed wel echt goed. Na veel van die pata en Nike slippers zijn al dope met je sokken. So, aye. Maar het is een compliment. Hi, en voor de rest. Je haar op tijd kan worden, boyke. Het is gekrukken. Ja. ik hou niet van jongens die te veel baard hebben. Het is een beetje. Het is niet dat het een turn-off is. Of juist een turn-off pass. Ja, pass. Dus pass. Oh ja, pluspunten. Ja, ik vind je haar echt leuk. Ik vind je haar super leuk. En je lengte. Is het alleen moet ik voor ja, ja. Ja, nee, het is een, ja. Oké, John. Ik hou van je eenvoudige style. Ja. Niet de dingen, maar het is... Je haar is een turn-off. Ja, echt. Het is echt een turn-off. En... laat je baard nog een klein beetje groeien. Ja? Gewoon niet naar hier, maar gewoon... Pass. Waarom moet jij als eerst komen? Vertel. Ja, je naast, hè? Ik luister. Je last niet. Er zijn geen minpunten, toch? Of zijn er wel? Fiero.
Ik heb geen minpunten. Oké. Sulu. Je minpunt is echt dom. Waarom moet je die pet op je Durex zetten? Oh, de zon is wel. En ik zet die pet op mijn Durex omdat het mijn haar gaat krimpen als ik het wil. Get. Ja, voor de rest is alles van jou goed. Ja. Ja. Dus ik wil ons gesprek, want ik wil ons gesprek echt. Ik ga die foto, ik wil ons gesprek echt goed zetten. Kan nog, kan nog. En smooth papi. Smooth papi, D-squared papi. Als er een D-squared schoen was, had je het sowieso gehaald, hè? Dit is shit, dit is zo shit. Nee, maar ik vind je broek leuk. Ja, ach. Smooth, hè? Wat? Ha, je drinkt veel smoothie. Het kan werken, maar je bent te jong. Je bent sowieso jonger dan me. Is jong, dus ja. Yeah. Wat doe je? Jullie dingen die grote mensen doen. Echt? Geen fluister. Ik heb Fiero al gesmashed, dus iedereen is automatisch pest. Dat is top. That's me. That's me, my guy. Mevrouw is aan hier, mevrouw. Dat kan ik. Dat is zo weer. Dat kan ik. Water. Let's go. Dat is van mij. Ik dacht dat de bedoeling was dat ze doen. Mensen, bedankt voor het kijken, mensen. Like en subscribe. Later.